warm is het zeker op het kasteel. Op sommige plaatsen zelfs meer dan dat. Natuurlijk, hij blaast mee met de Sparta-mars. Tenminste, hij klapt mee. Louis van Gaal van 78 tot 86 hier spelen. Kwam toen van FC Antwerp. Of is hij werd gekocht van FC Antwerp. Nadat hij met Telstar was gelegen. Van 78 van 86. En daarna door naar AZ, waar hij nog een half jaar speelde. En vervolgens assistent-trainer werd. En de rest is geschiedenis. Kijkt hier vandaag samen met vele anderen. Extra aandachtig natuurlijk naar spelers als Martin Cindy en Klaassen. En wellicht ook nog met een half oog naar de man die dat vroeger zo goed deed. Zitten niet veel wijzigingen bij AZ. Sterker nog, geen één bij Sparta eentje. Daar was Ouazar terug. En Eerthuizen verdween naar de bank. De jongen van Brederode mag daarom ook vandaag weer starten. Maarten van Brederode en Pavlidis, dat zijn de doelpuntenmakers tot nu toe bij AZ. Bij Sparta noteren we wat dat betreft 0, maar ook 0 tegen. AZ begonnen met een overwinning en hoopt dat voor te zetten op het gras. Na 8 jaar is dat gras weer terug. Maar ook op het kunstgras hebben AZ en Sparta memorabele wedstrijden gespeeld de afgelopen 3 keer. Het was een ruime overwinning voor Sparta dat hier meteen maar gaat scoren. Dat is een nieuw record. 7 seconden, nee, buitenspel. Ja, vlag omhoog, maar bal is wel over de lijn. In het net. Dus ja, het kan nog. Het zal toch niet zo zijn. Nou, daar moeten wel even wat lijntjes aan te pas komen. Het lijkt mij dat dit toch een goede goal is van Van Krooy. Hij zit. En dus is het record binnen. Ja, ik dacht al, dat is niet zo. Ja, die vlag mag je omhoog gooien, maar de lijntjes bepalen dit. Kerkes. Goede voorzet, zo leek het. Een beetje ver, maar hier aan de rechterkant. Bal voorlangs geschoten en hard voorlangs geschoten. Hatsidiakos. De vleugelverdedigers. Kerkes naar Hatsidiakos. Van Bredero. Kerkes. Reinders, die kan aardig schieten. Maar hij moet hem wel voor de rechter hebben. Dat lukt hem uiteindelijk, maar dan ligt die bal er toch een beetje onder hem. Spelers van de thuisploeg. Nou, dan moet je het via de zijkant zoeken of met keiharde pases binnendoor. En dan maar hopen dat je een keer een mazzeltje mee hebt, zoals hier de overtreding van de Guzman. Reinders heeft zich gemeld. Kijk ernaast. Kijken of het hier aan de linkerkant te doen kan zijn. Kerkers heeft in ieder geval wel de ruimte. Die wordt dan van de bal geduwd. Beetje een ton van Lokilo. Want is hier veel aan de hand. Ja, het is niet zo slim van Jason Lokilo om die arm daar op de schouder te leggen. Reinders. Voor Brederode. Ja, terug bij Reinders. Geen oplossing. Maar die bal daar doorkoppen, wel van Pavlidis. Hij werd daar voor de lijn weggehaald. Dat is het gevaarlijkste moment van AZ. Hier Reinders. Daar is ook veel ruimte. Nu nog steeds ruimte voor de Wit. Goeie ingreep Olij. Kerkes. Milos Kerkes, 19 jaar, houdt meest de Wit. Vooralsnog op de bank. Hier is Dani de Wit, geen familie. Pavlidis, Pavlidis, ja, Pavlidis, nee. Wel de doelman voorbij, maar niet Abels. Zo dichtbij is AZ nog niet geweest. Dirk Abels met de rechtervoet.
Kerkes. Klaasie. Pedro de Pavlidis daar gekomen. Pavlidis slim genoeg om het lichaam ertussen te zetten. En ook dat balletje van Kerkes, daar zat wel een idee achter. Maar de inzet is niet krachtig genoeg om Olij te passeren. Dat was wat slordig van Namli. Dat levert AZ wel een hele goede mogelijkheid op. Is dat een penalty? Ja, dat kan er bijna niet anders. Pavlidis wordt onderuit geveegd door Friens. Daar waar Namli volgens mij in de fout gaat. Onnodig. Sparta zichzelf in de problemen rommelt net op het moment dat de Guzman het allemaal zo goed oplost. Dat is inderdaad Namli die de bal simpel kwijtspeelt aan De Wit. En dan Friens en Pavlidis. En hij doet dat heel rustig. Dwars door het midden. Laat de doelman kiezen. En Friens baalt. Maar hij moet echt balen. Want hij verspeelde de bal veel te knullig. Namli. Van der Laan wijst naar de bal. Die werd gespeeld door De Wit. Is zijn oordeel. Dus mag hier Pavlidis verder. Pavlidis, die ook oog heeft voor het medespeler, maar die dan net niet vindt, dan is er nog de rebound. Reinders Klaasie. Hefjen Klaasie. Dat bal uiteindelijk naar Van Brederode. Die verteld is waarschijnlijk meer initiatief nemen. Bal komt uiteindelijk bij De Wit. En De Wit staat waar De Wit moet staan om AZ op voorsprong te schieten. Van Brederode dan. Pavlidis en dan De Wit. Het zal hem gezegd zijn van Brederode. Probeer, neem initiatief. Bal komt dan met een gelukje uiteindelijk op het hoofd van Pavlidis. Omdat Kerkes daarmee gelopen is. Pavlidis half, De Wit helemaal. Goeie bal van de Guzman, goede bal van de Guzman. En daar is heel snel het antwoord van Sparta. Het is toch niet waar, hè? Hoe effectief kun je zijn? Van Krooi. Dit is de man die AZ maar blijft pijn doen. De Guzman, precies op tijd gegeven. Daarachter langs weggelopen. Beukema. Sparta heeft de schade razendsnel hersteld van de achterstand, weer op gelijke hoogte. Dus het heeft wat om voor te knokken, maar het moet zelf wel meevoetballen, anders wordt de schade toch weer groter. En AZ weer op voorsprong, wat een leuke wedstrijd. Geen buitenspel in ieder geval. Weer De Wit die het duel aangaat met Ouwe Azar. Beiden raken de bal niet en hij wel. Milos Kerkes, 19 jaar. Boekstop. Kijk eens hier. Behoorlijk overgerost deze door Barassi. Zijn weer boos op het gedrag van Dani De Wit, want hij is in zijn ogen de boosdoener altijd. Degene die de eerste is die de overtreding maakt. En Van der Laan wil er niet van weten. Ja, het is gezegd, hij hoeft maar één keer goed te vallen, maar dat zou dan nu moeten gebeuren. Voorzitter van Pinto, dan wordt wel gekopt. Door Meinals. Maar die raakt hem niet lekker.
Komt nog een keer aan de zijkant. En dan zou hij nog een keer voor moeten komen. Dat lukt ook wel, maar te kort. En dan deze poging. Hier wel een heel stukje over gaat. Het is op bij Sparta Kitolano. Zo sensationeel goed begonnen aan deze wedstrijd. Met de evenaring van het record. Snelste doelpunt ooit in de Eredivisie. Koos Wasland deelt dat nu met Vito van Krooi. Dat is voor de boeken van Krooi, die ook voor het eerst in zijn carrière twee doelpunten maakt in één wedstrijd. Dat is allemaal mooi voor van Krooi, maar Sparta heeft er niks aan. Want het verliest met 3-2 en dat is niet onterecht. AZ kwam laat op gelijke hoogte laat in de eerste helft via de penalty van Pavlidis. De Wit op aangeven van Pavlidis. 1-2. Van Krooi razendsnel. Paas van de Koesman was mooi. 2-2. En toen Kerkes vijf minuten later. 3-2. Daar heeft Sparta geen antwoord meer op gevonden. AZ de betere. En heeft dat nu na drie seizoenen ook een keer vertaald in 3 punten. Stijn met het handje richting Van der Laan. Stijn die dus geel ontving vanwege het halen het voeteren over het gedrag van De Wit. Wat volgens hem door de leiding niet voldoende werd onderkend. Maakt allemaal niet uit. Al met al onderaan de streep. Wint AZ en wint AZ verdient met 3-2 van Sparta.